is vandaag 19 juni. Er staat een leenskast, dus een horizontale kast, waar 19 april een zwerm in is geplaatst. Dat is nu 7 weken geleden. We doen elke week een update en dit is update 7. In de ontwikkeling van zo'n zwerm is het zo dat zo'n zwerm natuurlijk de eerste weken geen jonge bijen krijgt, omdat de koningin nog aan de leg moet komen. Het duurt 3 weken voordat de eerste bijen geboren worden, dus na een week of 4. De eerste 4 weken zie je dat het volk kleiner wordt. Na een week of 4 is zo'n volk op het dieptepunt. Zijn de minste bijen in het volk en dan worden de jonge bijen geboren die de oude bijen vervangen. Dan gaat zo'n volk weer in de opwaartse richting en komt het langzaam en zeker tot volwassenheid. We zitten nu op week 7. Het duurt nog denk ik 2 weken voordat ze echt op hun maximale sterkte zijn. Maar het aantal bijen is duidelijk in aanwas, dus die gaan we nu even bekijken. Ondertussen bloeit de linde, dus zal er ook al een klein drachtje binnenkomen. Nou is dit volk echt nog aan het groeien, dus die hebben nog veel energie nodig voor de groei. Dus veel honingopslag verwacht ik niet. Maar we gaan kijken hoe het ervoor staat. Veel plezier. Ik begin te kijken aan de kant van het broednest. Dat is deze kant. Hier zit het moerrooster. En hierachter komt dan de honingkamer. Van de buitenkant afgezien het eerste raam. Het is een raam waar ze een klein stukje kunstraad hebben gekregen. En voor de rest helemaal zelf zijn gaan uitbouwen. Nou, dit is eigenlijk de eerste keer dat we het zien dat het raam volledig uitgebouwd is. Dus andere weken zagen we onderaan nog stukken die open waren. Maar nu zien we eigenlijk al een volledig uitgebouwd raam. Nou, we zien hier bovenin een klein beetje voer. En we zien hier het hele broednest. Dat randje voer is echt maar een klein hoekje. En eigenlijk is dit raam grotendeels een broednest. Waarbij in het broednest nu een klein beetje nectar is opgeslagen. En dat kan zijn omdat er gewoon veel binnenkomt. Of dat de koningin niet meer aan de leg is. Maar ik zie hier aan de zijkant zijn allemaal eitjes. Dus de koningin is prima aan de leg. Die nectar die dan binnenkomt, die ze van de bloempjes halen, die gaan ze dan in de nacht weer verplaatsen naar de honingkamer. Zodat het broednest vrij blijft van voer, zodat de koningin daar eitjes kan blijven leggen. Het tweede raam, dat zit al meer naar de binnenkant, die ze echt vanaf het begin af aan in gebruik hebben. En ook dit raam ziet eruit als het vorige raam. Bovenaan een heel klein beetje voer. Ik zal het even van dichtbij laten zien. Bovenaan een heel klein beetje voer. En dan naar het midden toe open en gesloten broed. En een klein beetje nectar. Aan de andere zijde hetzelfde. En grappig om te zien, hier is een bijtje dat aan het uitkomen is. Ik hoop dat het op de camera te zien is. Dit bijtje hier, die komt dan net uit zijn celletje. Derde raam is een beetje zwaarder, zit aan de bovenkant iets meer voer en in het midden zit helemaal vol met eitjes en weer gesloten broed aan de onderzijde van dit raam. Dus hier zien we voer, dan zien we wat eitjes en aan de buitenkant en onderzijde is helemaal met gesloten broed. Het vierde raam van het broednest, ook het laatste raam van het broednest. Ook dit raam was de vorige keer nog niet helemaal uitgebouwd. Nu is het volledig uitgebouwd en tot bovenin belegd. Echt een centimetertje honing bovenin. En voor de rest helemaal voer, ook helemaal tot onderin hier zitten eitjes en larfjes. En hier gesloten broed. En aan deze kant hetzelfde verhaal. Dus ook dit raam is eigenlijk volledig zelf uitgebouwd door de bijen. Zonder kunstraad. Nou, dan gaan we kijken naar het raam wat we de vorige week als eerste honingkamerraam gegeven hebben. Ik schuif het broednest weer aan tegen. Ik schoof het broednest weer aan tegen de tegen het moerrooster en dit is dan het eerste raam achter het moerrooster. Het was al gedeeltelijk uitgebouwd en nu ook nog steeds gedeeltelijk uitgebouwd en eigenlijk helemaal gevuld met nectar, niet met honing, maar wel met nectar. En deze kant zijn ze nog aan het bouwen. Dus hier zie je dat het raam dun is en aan deze kant is het raam al helemaal dik uitgebouwd.
Het tweede raam, dat ernaast hangt, zijn ze ook al begonnen met uitbouwen. Dus ook hier zie je al dat de bijen bezig zijn om de honingkamer te vergroten. Dus eigenlijk wat we zien deze week is dat de bijen nog steeds bezig zijn om de broedkamer te vullen met nieuwe bijen. Met larfjes, met eitjes. En daar gaat heel veel energie nu nog in zitten. Die generatie die dan geboren wordt, is eigenlijk de generatie die gaat zorgen voor de honing. Dit was update 7. Benieuwd hoe het de volgende week uitziet? Abonneer je op het kanaal. Elke week doen we een update van deze kast.